Dames en heren, en fijn dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe vlog. Nu vrijdag worden de kittens of de katten gecastreerd en gesteriliseerd. Dus dat gaat nu vrijdag gebeuren. En nu zitten de kittens ook heerlijk hier bij de konijnen. Kijk maar. Ik moet wel eerst altijd mijn camera afzetten. Dus opname stoppen en dan pas kan ik draaien. Dat kost ik met de vorige gezin wel, terwijl dat aan het opnemen was, draaien. Hey Reef! Kost ik namelijk wel draaien. Maar nu moet ik telkens op stop duwen en dan draaien. Terwijl het met die vorige de Samsung wel lukte. Maar nu heb ik, zoals jullie weten, een Redmi. Maar ik vind dat beeldkwaliteit best wel mooi eigenlijk, van een Redmi. Hey Reef! Reef is een beetje cameraschuw, denk ik. Reef! Reef, kom eens. Breathe! Hey Reefs! Daar zijn mijn oma en opa's, beste mensen. Reef! En kom er eens op. Reef! Hup, ze is erop. Lieve Reefs. Lieve Reef. Dag Reef. Hey Reef. Katten zijn zo gezellig, beste mensen, dat je dat hebt. En daar is lieve Molse. Wacht, dat wilste hapert. Moe, die zit al mooi in haar bench. Of in, hoe noemen ze zoiets, ja. In een ren. Kan het ook genoemd worden. Daar is het lieve Moels, hè, beste mensen. Ik zal hem een keer zoomen voor jullie. Dag Moel! Zwaai eens aan de camera, Moel. Dus, zo. Nu vrijdag worden de katten dus gecastreerd en gesteriliseerd. Molly wordt gesteriliseerd. Want dat is een vrouwtje. En Reeves wordt gecastreerd, dat is een mannetje. Dus. En ze mogen ook vanaf 11 uur s'avonds, nu donderdag, hè. 11 uur s'avonds mogen ze niks meer eten. En de kapper, de kapper, daar gaan we de 17e november naartoe. Ik was me vergist, ik bedoel de dierenarts. Daar gaan ze naartoe. Nee, waar is Reeves nergens? Daar gaan ze naartoe, naar de dierenarts gaan ze naartoe op vrijdag 10 november. Dan worden ze gesteriliseerd en gecastreerd. Misschien kan ik daar een vlog over maken. En meestal de vlogs, hè, komen de dag dat het gebeurt nog online. Dus bijvoorbeeld, ik ga het zeggen, hè, ik zeg gewoon een random datum. Hè. 1 maart maak ik een vlog, dan komt die vlog nog 1 maart online ook. Dus, ja. Ik ga Reefjes op de kattenkrapaal laten gaan, ze. Reef! Ah, Reefjes is weg. Hier is de kattenkrapaal, sorry voor de verspreking. Die half kapot is, dat heb ik gisteren ook in de vlog gezegd. Ik kan daar zo een duik in slagen, weten we? Zo sterk is de auto. Nee, dat gaat niet. Aan de zijkant zal het wel lukken. In een deuk, het is al kapot. Als je ziet hier resten van karton. Dus dan kun je het beter uit tweedehands kopen, vind ik. Hey Reef! Reef! Ze is er. Reef klimt naar de top. Ik wil het goede beeld, Reefs, voor later. Ik wil je op beeld aan, tot ze overlijden, tot ze hun leven hebben geleiden eigenlijk. Reef, ik wil zien dat een konijn springt. Reef!
Ben jij camera schuw, Reef? Is toch een lieve Reef? Meestal kan doe de camera gewoon weg, hè? Omdat ze schuw van zijn, hè? Maar Reef snissen, hier ze. Moet zoveel mogelijk de katten in beeld houden. Want net ook meer herinneringen van de katten. Ze merken ze nu zoveel mogelijk in beeld houden. En Molly is vooral een kat, die moet overal bij zijn, hè. Ik ga het misschien met mijn gezicht uitleggen, want anders begrijpen jullie mij niet. Ja, beste mensen, nu is het misschien een beetje een lange vlog in het huis, maar Molly is ook een kat. Wat ik ga doen, zei, die moet overal bij zijn, hè. Dat je nu bijvoorbeeld koffie aan het maken zet, die moet erbij zijn. Alleen een kat dat overal moet bij zijn, hè. Maar ja, dat kun je een kat niet kwalijk nemen, want... Katten zijn nu eenmaal zo. En ik heb die beestjes heel graag. Molly heb ik heel graag. Reeves heb ik heel graag. En de konijnen ook niet te vergeten. Grace en Kelly. Heb ik ook allemaal even graag. Dus, ja. En nu gaat Reeves zijn behoefte doen, ze. Dus, en natuurlijk, deze zalm. Deze zalmpjes, hè. Dat is Molly haar favoriet. Waar dat op staat, Softie Salmon. Dat je het goed kunt lezen. Dat is dus Molly haar favoriet. Dus, ja. Zo, dames en heren. Nu zijn we weer bij mijn onkel Ronnie. En, ja, ik heb al in de video uitgelegd. Ja? Dat we de katten gaan steriliseren en gaan kastreden. Ah ja, dat is goed. En ook katten chippen, hè? Dat heb ik een vergeten bij te zeggen, Jan. Chippen en ontworming ook, allemaal gedaan. Ook chippen en ontworming. Dat heb ik er straks vergeten bij te zeggen. Ik zou het zo zeggen, alles wat er moet gebeuren wordt gedaan. Toch, mama? Ja. Ja. Dus, ja. Alles eigenlijk, hè. Ja, dan is het nu heerlijk een chocomelk aan het maken. Een halve, hè? Niet langer, hè? Het is koud, man. Is dat... Kun je dat kiezen op hoeveel graden je die zet of zo? Koud, man. Precies niet eens wakker. Precies niet, hè? Zwaai eens naar de camera. Precies niet wakker, nee. Nee, precies niet. Het is een halve minuut in, dus het is even koud. Ja. Wat zeg je iets? Zo, dames en heren, nu ga ik ook nog een heerlijk tasje koffie maken voor mij. Met natuurlijk de tas die ik altijd neem natuurlijk. Dat is namelijk een witte tas met autootjes op, groene auto's en een groene wereldbol op. Die tas pak ik altijd, hè, Jan? Ja, dat klopt. Pak jij ook nooit een andere tas? Ja, maar geef me die koffie is dat? Ik weet wel welke, hè? Die cremost alweer? Nee. Ja. Pat. Ja, die pat. Dus, voilà. Moet je ook een koffie hebben, mama? Ja. Ik zal zo meteen maken voor u, mama. Nee, wacht, ik ga eerst voor u een maken. Dan pas voor mij een. Er wel genoeg water in, ja. Gaan we toch maar één tas hebben, zeker, hè? Dus ja. En mama pakt meestal altijd deze. Van Lu. Dus ja. Als je ook vlogt, moet je alles vloggen, dus... Dan komt mama haar... Mama, haar ding zit erin. Ik ga eerst dat op dubbel checken. Ja, het zit erin. En dat doen we nu op één persoon. Eén persoon. Ik had op twee personen geduwd. Per ongeluk. Dus op één persoon doen we nu. En zie Javon is genieten van zijn heerlijke chocomelk, zeg. Wel lekker, man. Lekker, hè, Javon? Ja. Alleen dat slecht worden, dan is dat.
Dat moest zijn met echte chocolade. Met echte chocolade dat je er nog zo kunt in doen, hè. En dan slag er was echt kei lekker. Maar weet je wat ik ook graag lust? Chocomousse. Ja. Je kunt het ook eens maken, hè. Mag ik hem dan smaken of is dat voor mij nog te moeilijk, denk je? Zal ik hem eerst maken en dan ga jij zien wat je dat zoekt. Dan ga jij hem maken. Is dat moeilijk of niet zo goed smaken? Dat moeilijk is dat niet, hè? Wat dat dan? Ja. Moet je dat leggen, man? Dat is op boter met hem en je kunt en je kunt half en zo maken en dat is allemaal. Je kunt melk, je kunt puur of je kunt half-half. Zo is nu heerlijk aan het doorlopen ze. De koffie. Je kunt ook puur melk of puur gewoon, hè? Maar als we in een nieuw huis wonen, wat sowieso al lang gaat duren, want we wachten al 3 jaar. Mama, klontjes melk? Klontjes of melk? Alleen melk, suiker pak ik niet. Van je welke melk? Van je peer, van is van je gewone melk. Als er gewone is, maar gewone melk. Ik zal zien dat er gewone melk is, oké? Ik moet wel een andere melk pakken. Chocomelk is er. Ja, wel moeilijk gaan. Nee, als de meeste strijden. Koffie met chocolade, dat gaat toch? Hé, hey, Avan? En ja, hier gaan we weer. Met meer weer. Ja. Hoeveel scheppen, mama? Ja, vijf of zo. Oh, heel ja, zo. Hè. Ik pak er altijd 3 of 4. Ja, wat zeg jij van? Ik hoor hem. Ah, laat maar. Ik hoor het niet, zo. Nee, laat maar. Oké. Schepje nummer 1. Schepje nummer 2. Schepje nummer 3. Schepje nummer 4. Ik vind altijd zo satisfying wat dat erin zakt, hè. Die poeder vind ik altijd zo satisfying. Floep, en de poeder is weg. Uw koffie is hier, man. Ik zal hem brengen op tafel. Voilà, hoppala. En natuurlijk ga ik ook met mijn koffie maken. Jij zit hier, man. Want ik zit altijd daar. Maar pas op, die stoel is wel kapot. En ik weet het. Zeg? Als zoon ter wereld, Bobby 31 is gestorven. 31? Dat is toch uitzonderlijk voor een hond, Javon? Oude, allee, oude. Uit waar komt hem? Uit Raffaello do Alanteo. Maar 131 jaar oud. Dat is toch uitzonderlijk? Allee, dat is een merk, dat is een ras. Ja. Bobby ter wereld. Ja, Bobby ter wereld. Oudzoon Bobby, hond ter wereld, Bobby is gestorven. 31 jaar voor een hond. Ja. Amai, dat is echt uitzonderlijk, hè, man. Dan maken niet zoveel honden mee. Ik word ook 80 of zo, of 70 jaar. Maar je zegt een hond, hè, Jan. Een hond is dan maal 3, hè? Maal 7, hè? Ja, het is dus 31 maal 7. Ah, oh, net mijn gsm plat, moet dat... Ah, nee, toch niet. 31 maal 7. 31 maal 7. 217. Juist. Ja. Zo oud is een hond, dus hoor. In hondenjaren. Ik mijn koffie natuurlijk maken. Voilà. Voilà, hup. En als ik mijn vlog ook afsluiten. Voilà.
Ja, water moet ik nog bijvullen. Zo, voilà. Nu ga ik mijn koffie dus maken. Je hoort hem al ruizen.